Het gaat over het waterverbruik. Het waterbedrijf heeft gevraagd om korter te gaan douchen en zuiniger om te gaan met water. Wat doen jullie met dat advies als ik vragen mag? Doen jullie dat daarmee? Wij zijn sowieso al die mensen die zich elke dag douchen. Dus wat dat betreft denk ik dat we altijd wel redelijk zuinig met water waren. Oké, okay, douchen 3 minuten, 5 minuten, zoiets? Dat ligt eraan op mijn havenkast. Ik heb weinig aan, maar ik heb me gisteren niet gedoucht. Nee, dus, en heeft dat met die oproep te maken? Ja, enigszins. Enigszins? Enigszins. Maar wat vind je daarvan dat we... Ik denk dat het gewoon een oproep is. Ik bedoel, toch maar elkaar doen. Ja. Maar je weet gewoon, één die houdt zich er beter aan dan de ander. Ja. Dat is niet helemaal zo. Dus we zien toch steeds meer een trend dat, van die zwembaden, die gevuld worden. Behoorlijke grote zwembaden in de achtertuin. Ja, die zijn er. Dus... Ja. Ja, nou, bedankt voor jullie reactie. Hebt u ook gehoord de oproep van het waterbedrijf dat we minder water moeten gebruiken omdat er een tekort dreigt aan water, hè? Ja, ik heb gehoord en gisteren heb ik gezien in de televisie. Ja, op de televisie heb je het gehoord of gezien? Gezien natuurlijk. Ja, ik heb gezien. Veel mensen niet gebruiken zoveel water. Ja. Toen dat tijd is het heel warm. En mag de mensen heel minder water gebruiken, niet geven voor de town, niet zoveel douchen, niet voor swimmingpool maken in thuis. Doet u dat met uw familie, uw vrouw en uw kind en uw broer misschien ook? Gaat u ook minder water gebruiken? Ja, we heel minder water Is dat lastig? Vindt u dat lastig? Ja, is heel lastig. Ja. Maar ja, het is niet anders. Is niet anders, maar is special voor ons. Daarom altijd de mensen denken voor zichzelf, maar dit is een goede idee en een goede tijd. Moet hij save the water. Ja, we moeten solidair zijn met elkaar. Oké, water is belangrijk natuurlijk. Water is belangrijk, Om te drinken, als we, zonder water kunnen we niet leven, hè? Ja, ja. Oké, ik dank je wel voor de reactie en fijne dag nog. Dank u wel. Dag mevrouw. Hebt u het gehoord dat het waterbedrijf een oproep heeft gedaan om zuinig om te gaan met water? Jazeker. Ja, en wat is uw reactie daarop? Doet u dat ook? Ja, natuurlijk. Oh ja, wat doet u dan als ik vragen mag? Nou, korte douchen. Echt even afspoelen. Ja? En korte douchen, is dat dan 1 minuut, 3 minuten, 5 minuten? Och, nou, 1,5, 2 op zijn hoogst. Zo? Ja, dan heel vlug. Ja, en dat doet u alleen al omdat ze dat vragen? Nou, sowieso hoor het laat. Ja. Ik ben altijd zijn aan mijn water. Ja, precies. De ouderen. We hebben groentetuin, alles wat ik uit de tuin haal en ik was het. Water gaat niks door de hoofd heen. Het gaat in een emmer, gaat voor de tuin. Dus dat staat al los van de oproep. U doet gewoon zuinig aan. Ja. Ik vind het zonde. Ja. Maar het wordt geleidelijk aan een probleem, hè? Ik bedoel, de zomers worden droger. Wij verbruiken in Gelderland, Overijssel, met veel campings, veel toeristen. Dus waardoor de druk op het water steeds minder wordt. Ja. Dus we zullen toch onze manier van leven aan moeten passen en gebruiken. En dat doet u al, merk ik. Nou, fijn om te horen. Dank u wel voor uw reactie. Mag ik even wat vragen? Ja, heb je ook meegekregen dat het waterbedrijf een oproep doet om minder water te gebruiken? Ja, klopt. En? Ja, doe je daar wat mee? Ik doe er zelf wat mee. Oh sowieso. Ja? Vertel eens. Sowieso met douchen zuiniger. En zeg maar, de dieren bij ons in het huis, dat is gewoon, dat moet wel eens verversd worden, maar dan hebben we nu ijsgrondjes. Dus dan houden we het zo het water koel in plaats van dat we steeds verversen. En voor de rest met het zwembad, dat is niet. Dat hebben we al opgezet, maar dat verversen we ook niet en zo. Oké, dus je neemt het toch wel serieus, merk ik. Ja. Ja. Het is een zorgelijke ontwikkeling toch, hè? Ja. De zomers die steeds droger worden, heter worden, een chronisch tekort aan water. Ja. Dus we zullen onze manier van waterverbruikers moeten gaan aanpassen. En dat doe je al met de familie en iedereen werkt daaraan mee? Ja, klopt. Nou, fijn te horen. Bedankt voor de reactie. Fijne dag nog hoor. Mevrouw Pelgrim, goedemiddag. Hi. Ja, het watertekort, hè? Ja. Het waterbedrijf roept op om zuiniger om te gaan met water. Wat is uw reactie daarop? Nou, ik vind het wel goed, want ze spuiten allemaal hier. Dus, tuintjes zijn belangrijk, hè? En zwembaden ook. Er staat heel veel nieuwe grond en zo. Dat is allemaal wel nodig natuurlijk, maar
is wel te veel hoor. Ja, en u zelf? S'morgens moet je, ja, ik spuit ook niet. Nee. Wij spuiten niet en we hebben een jerk in de staan, alleen nog net voor onze eigen kleine plantje. Ja, dus u doet echt zuinig aan. Ja, wij wel, met allerlei dingen. En dat doet u speciaal? Of deed u al dat? Dat deden wij altijd al. Dus u doet eigenlijk niets bijzonders nu, omdat u al voor die tijd zuinig aan deed? Ja, dat deden wij altijd al. Oké, nou, uw reactie is duidelijk. Oké. Dank u wel. Ja, fijne dag nog. Ja, okay.